wij hebben een 84 inch UD, oftewel 4 keer HD, kunnen produceren. Dan kun je echt op zo'n afstand voorstaan en je ziet geen pixel meer. Het is echt een fantastisch beeld wat je dan krijgt. It's so real, it's almost scary. Verschillende, ja, toch nieuwe typen ook van het merk LG. Bijzondere toestellen. Wat zijn het voor toestellen? De bijzonderheid zijn eigenlijk twee toestellen. Hè, dus met twee verschillende technieken. De ene is de OLED-techniek. Die flinterdun is en ongelooflijke scherpe kwaliteit geeft in de contrastgebieden. En de tweede is UD. En UD is 4x HD. HD ken iedereen natuurlijk al wel. En 4x HD is gelijk aan UD. En geeft zo'n waanzinnig scherp beeld dat zelfs bij een 84 inch, als je er vlak voor staat, je geen pixel meer ziet. Nou, we hebben vorig jaar de eerste keer een UHD televisie gelanceerd. Nou, dan brengen we eerst vandaag voor die UHD-familie twee nieuwe toestellen, twee kleinere toestellen naar de markt. De 55 en een 65 inch met een 4K-resolutie. En naast de 4K-toestel hebben we vandaag ook de eerste keer een curved OLED in Europa getoond aan het grote publiek. U kreeg kippenvel toen u het voor het eerst zag. Het is wel erg scherp, hè? Ja, het is inderdaad heel erg scherp. Dat komt doordat je met de OLED-technologie elke pixel apart kan gaan aansturen. Dus je kan heel veel detail, heel veel contrast genereren. Plus dat je ook de pixel apart kan aansturen, dus ook echt zwart kan creëren. Je kan een pixel volledig uitzetten, waardoor het echt zwart-zwart is. En je niet een gegenereerd zwart krijgt. Ik heb ook begrepen dat het vandaag uniek is in Europa. Dat men het hier voor het eerst kan bezichtigen. Waarom hier? Dat heeft ermee te maken dat Nederland redelijk snel innovatieve producten of diensten oppikt. Een van die diensten is natuurlijk internet, hè? En met name breedbandinternet. Hè? We hebben de ADSL al snel in onze huiskamers gehad. Nou ja, glasvezel is natuurlijk het volgende. Ik weet niet precies wat het percentage is, maar 50, 60, 70% van de huishoudens kan al gebruik maken van glasvezel. Zo zag je dat met de smartphone, je zag het met de mobiele telefoon. Nou, wij zijn al even bezig met UD. En wij merken gewoon dat UD goed opgepakt wordt in Nederland. Wil je een hele grote televisie in je woonkamer? Ja, dan zou ik zeggen, ga voor een Ultra HD. Wil je echt die optimale kijkervaring? Ja, dan is een curved OLED de ideale televisie voor jou. Een jaar geleden, een jaar geleden, sprak niemand over een grote OLED of over een gebogen televisie. Ja? Dus de snelheid waarin we mee gaan, waarin wij dit nu al op de markt zetten, althans dit jaar, is natuurlijk fenomenaal.